En hoe is het? Gaat goed, ja? Waar ben je mee bezig? Nou, dikke schroeven. Nee, dit is de nieuwe elektrische schroevendraaier van Bia, dat is de Speed E. En die is ontwikkeld door Bia, als zijn er een schroevendraaier die tussen een normale handschroevendraaier en een power in zit. Met de e-bike die ontstaan is als component, als vervoermiddel tussen de fiets en de motorfiets, waarbij je dus ondersteuning krijgt bij trappen, heeft hij dus de Speed E ontwikkeld als oplossing tussen de schroevendraaier en de power tool. Dus het indraaien met ondersteuning en toch met het gevoel vast kunnen draaien. Dus het is echt een ondersteuning, het is niet een accutolletje? Nee, het is geen accutol, het is geen power tool. Het helpt je met het indraaien en zorgt dat RSI-klachten aan polsen en pezen verlicht worden. Speed E, dat is een schroevendraaier waarmee iemand elektrisch kan inschroeven. Zonder die vele polsbewegingen en toch het handgevoel houdt en op het juiste moment kan aandraaien. Hier zit de links-rechts schakeling. Er wordt gewerkt met geïsoleerde bits waarmee iemand onder spanning kan werken. 1000 volt bits zijn dit. Hier praten we over de momentadapters, die telkens per moment... Ah, dus die is vast. Ik heb nog eentje van jullie, die kun je instellen. En deze zijn allemaal vast. Dit zijn vast ingestelde momenten. En per adapter heb je een vast ingesteld moment. De installateur die moet goed kijken eerst op zijn automaat welk moment gevraagd wordt. In dit geval 2 newton. Zie je hier 2 newton bij de firma Schneider. Maar dat kan ook 2,8 zijn bij ABB. Op het moment dat je dus indraait, stopt hij bij 0,4. En je ziet ook die pijl op die adapter. En die wordt nu verdraaid ten opzichte van die gele. Ah, dan draait hij door. En dan hoor je ook een slip. Ja, dan hoor je hem ook zo klikkeren. En dan hoor je hem klikken, precies. Laat maar even ook een keer. Dus. Hier gewoon met lampje. Dus ik draai hem met de hand gewoon op. Ah, en dan gaat hij. Precies. En los gaat hij weer gewoon, dan kan ik gewoon hier. Dan kun je met de hand weer losdraaien. Holland, schakelkasten is het ene. Daar mag ik niet aan, zomaar zeggen. Dat is, ben ik een beetje bang. Ik heb meestal voor een modelauto, voor de prototype van de studenten met Bakkilab. Dan ben ik bezig met gewone metrische schroeven, inbusjes, dit soort dingen. Ja. Dat kan ook. Marcel, dat is geen probleem. Daar hebben we ook andere bits voor. Ik zal je even een voorbeeld laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld een Torx schroefje, Torx 20. Ja, en ik heb hier ook de bitjes van Via in Torx. En daarmee kan ik dus ook probleemloos werken. Ah, dus ook heb ik die functie met 1000 volt bescherming niet nodig, kan dat ding gewoon al. Ja hoor, je hoeft natuurlijk alle bits zijn beschermd, 1000 volt, maar je hoeft dat niet per se alleen maar voor elektriciens te gebruiken. Okay. Het kan voor alle, ook voor modelbouw en ook voor andere toepassingen kan dit gebruikt worden. Ah, handig. En als ik dan precies weet waarvoor bij mijn fiets heb ik schroeven, dan moet ik 3 newton of zo hebben. Dan kan ik even hier de juiste pieken. Dan kun je inderdaad een van deze adapters daarvoor gebruiken. Ah, oké. Handig. Zeg, hoe lang gaat het mee? Die batterij heb ik gezien hier, die zijn zo kleintjes. Het zijn oplaadbare batterijen. En met een volle accu kun je, zeg maar, 800 schroeven kun je indraaien. Oh, oké. Okay. En bij de levering zit altijd een tweede accu. En die kan opgeladen worden door middel van deze. Ah, oké. Okay. Dus even de lader in. Hoe lang duurt die? Het is ongeveer 3 kwartier laadtijd. Dus uiteindelijk heb ik altijd een volle accu daar op reserve liggen. Je hebt altijd een accu op reserve. Je kunt hem ook in de auto laden met deze USB. Ah, oké. Okay. Dus met mijn gewone laptop, mobieltje, ook, voeding, kan die ook? Kan die ook opgeladen worden. Ah, oh leuk. Super ding, echt handig. Het lampje gaat altijd branden zodra je hem inschakelt. Dus ook in donkere ruimte heb je altijd licht bij de hand. Dus dat is ook mijn zaklamp voor op weg naar huis nu. Precies.